Bovendien is in het kader van het integratieproces van de gemeente en het OCME noodzakelijk om beide versies zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en tot één document van rechtspositieregeling en één document van het arbeidsreglement te komen die van toepassing is in beide juridische entiteiten. Daarom hebben noodzakelijke wijzigingen in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement doorgevoerd. In het ontwerp van rechtspositieregeling en arbeidsreglement werden verschillende aanpassingen voorzien, aanpassingen die in de documentatie terug te vinden zijn, zijn er wat veel om op te noemen, en die inderdaad behandeld geweest zijn in de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid en Financiën. Het ontwerp van beide documenten werd ook door overleg en onderhandeling voorgelegd op het syndicaal overleg van 14 januari 2020. Dit resulteerde in een protocol van akkoord betreffende het ontwerp van rechtspositieregeling en een positief advies betreffende het ontwerp van het arbeidsreglement van de gemeente en het OCME. Het VAS Bureau heeft in zitting van 25 februari 2020 zijn goedkeuring gegeven aan het geactualiseerd arbeidsreglement en rechtspositieregeling. Vooral hierover te gaan tot de beslissing, zijn er vragen of opmerkingen? Kijk rond. Wat één opmerking, was uiteraard de bekommernis van de vakbonden dat het jammer is dat er geen statutairen meer voorzien zijn. En ik wil hier geen pleidooi houden voor of tegen statutairen. Vroeger was het tegenargument dat ze nog moeder buiten krijgen als ze niet goed functioneren. Ik denk dat dat argument achterhaald is. Maar mijn vraag is toch, door de afbouw of geen toename meer van de statutaire in verhouding met het contractueel personeel, wat de gevolgen zijn voor de responsabiliseringsuitgaven aan langere termijn. En de vraag is dan ook, ja goed, is het niet beter een selectie te maken van statutaire? Ik maak daar geen onderscheid in, of ik maak die selectie zelf niet. En eigenlijk het voordeel, het financiële voordeel die er toch nog altijd is, in beperkte mate weliswaar, aan het personeel toe te kennen in plaats van het in de pot te steken. De pot noem ik dan die responsabiliseringsbijdrage, waar dat wij de ramen in het hebben tot en met 2022, die verderop lopen. Mijn vraag is die berekening gemaakt? Want ja, de responsabiliseringsbijdrage is berekend op van dat statutair bedrag van vandaag, is die berekening gemaakt en zal dit nog een meer kost voor onze gemeente betekenen, omdat de verhouding of de wanverhouding tussen niet-statutairen en statutairen op dit moment wel oproept. Ja, dan is er ook voor wat wel. Ja, ik zie twee elementen van antwoord. Het is inderdaad zo dat wij nu hadden beslist dat we hadden voorgesteld voordat we naar de vakbond om inderdaad niet langer in statutaire functies te voorzien. We hebben dat vakbondsoverleg gehad en de vakbonden die hebben er ons, die waren er uiteraard niet gelukkig mee, dat is heel duidelijk, maar ze wezen ook op het belang van de onafhankelijkheid van de administratie, als ik het in een onevenwichtig in een algemeen woord mag zijn. Vaak moet dat een micro? Kan dat zonder micro? Een beetje leuk. Twee ruimte van antwoord. Dus voordat we naar de vakbonden gegaan zijn, was de bedoeling geen verdere statutaire aanswerven en vanaf te werken op contractuele basis. We hebben toen inderdaad het vakbondsoverleg gehad. Die waren daar uiteraard niet gelukkig mee. Dat is evident, dat hadden wij ook wel verwacht. Maar zij wezen er ook op dat er een zekere vorm van onafhankelijkheid ten alle tijde moet zijn tussen enerzijds politiek en anderzijds de administratie. Wat hebben we toen beslist met het college, en dat is ook trouwens vastgelegd in de formatie die in december is goedgekeurd, namelijk om twee functies wel degelijk als statutair te behandelen, ook naar de toekomst toe, en dat zijn die twee functies die rechtstreeks worden aangestuurd door het college en dus door de politiek, en dat is de algemene en de financiële directeur. Ja. Zij sturen de rest van de organisatie aan, waardoor dat je daar sowieso al met een vorm van een ik zou niet zo
misschien een beetje heel kort door de bocht en heel streng, maar die, dat is dan eigenlijk de tweede lijn, waardoor dat in feite die onafhankelijkheid wel degelijk verzekerd is. Dus we gaan niet naar een 100% contractuele aanwerving, maar in feite een quasi 100% op de twee restingaansturende functies door het college gaan. Om op de vraag te antwoorden, wat zijn de gevolgen van de responsabiliseringsbijdrage? Het is inderdaad zo dat een afbouw van uw statutaire, dat dat een impact heeft op de kost van uw responsabiliseringsbijdrage. Dat klopt. Ja. Maar het niet afbouwen van uw statutaire zorgt natuurlijk enkel en alleen maar dat die kost vooruitgeschoven wordt naar de verdere toekomst. Ik bedoel, die kost die verdwijnt niet. Want personeelsleden gaan nu eenmaal op pensioen. Wat het specifieke bedrag is, daar kan ik niet, alleen daar kan ik niet in beantwoorden. Ik wil dat zeker en vast ook navragen en dat bezorgen. Dat is op zich geen probleem. Wat wel is, dat is dat wij alle functies die in voorzien zijn in de formatie, die nieuw zijn, die zijn dus contractueel, die zijn allemaal doorgerekend, inclusief RESPO bijdrage in de meerjarenbegroting. En twee, alle functies die, laten we zeggen, waarvan wij nu al vrij grondige inschatting kunnen maken dat mensen op pensioen gaan, die statutair zijn. Daar hebben wij de vervanging als contractueel verrekend, inclusief de kost voor de RESPO-bijdrage. Dus met andere woorden, in de meerjarenbegroting zit dat wel verwerkt. Maar als u mij vraagt, wat is de specifieke kost daarvan? Ja, natuurlijk, dat hangt ook af van wanneer gaat iemand op pensioen. En dus dat is ook zeer moeilijk te berekenen. Je kunt dat zeggen over mensen waarvan je weet, binnen vier jaar gaan die op pensioen. Maar we zitten ook met statutaire personeelsleden die nog 10, nog 20 jaar gedaan hebben. Om daar nu de rest voor bijdrage aan te berekenen, dat wordt natuurlijk zeer moeilijk. Het is natuurlijk ook aan het tweede voordeel. En ik herinner mij in het verleden dat wij bepaalde examens opnieuw hebben moeten uitschrijven en de vacature hebben moeten wijzigen van contractueel naar statutair om eigenlijk maar kandidaten te krijgen. Ik noem er één, de informaticus hebben wij dat moeten toepassen. We zitten straks met belangrijke aanwervingen op een tamelijk niveau, zeker de jurist, de economie. Alleen dat zijn twee functies, denk ik niet dat ze in de rij gaan staan aanschuiven. Ik weet niet, ik heb het niet nagezien naar de interesse in die functies. Maar het is soms een meerwaarde om betere potentiële kandidaten te krijgen. Ik hoop dat wij voldoende interesse hebben. Maar het kan een meerwaarde zijn om statutair te voorzien. En ik vind het ook wel spijtig. Inderdaad, we moeten decretale graden. Vind ik het even een evidentie dat dit statutair zijn. Maar ook het MAT is belangrijk geworden, dat bestond vroeger niet. Ik noem dat een beetje de raad van bestuur van de gemeente. Er zitten daar wij die statutair zijn en niet statutair. Dat geeft toch nog altijd een klein beetje wrijving. Ik had anders gedaan en ook de MAT-leden, dat gaat over de vijfstappen, dat ben ik gelijk. Buiten de digitale graden, dat deze ook statutair waren en denk ik toch ook meerwaarde voor de organisatie. Wel, ik zie nog heel kort. Ik ben natuurlijk ook bijzonder. Ik ben natuurlijk ook in blijde verwachting wat betreft het aantal kandidaturen op de functies die daarnet genoemd zijn en de vakantieverklaring van de vacatures die lopen. Ik kan daar ook vandaag nog geen zinnig antwoord op geven. De vacatures die lopen nu. We zullen zien hoe de respons daarop is. Twee, wat het MAT betreft, die wrijving, ik moet eerlijk zijn, ik heb daar op nog geen enkel moment kennis kunnen van nemen. U misschien wel. Dat kan niet in de positie. Dat kan, maar ik twijfel dat eerlijk gezegd het is dat is bang zijn van de afhankelijkheid. Goed, nog een opmerking? Nee. Straks voor het behandelen van het gemeenteraad. Kunnen we dit punt dan op die vaststelling goedkeuren? Jawel. Ja, natuurlijk. Ja, goed. Dan is dit punt afgehandeld en goedgekeurd. En gaan we verder met punt 3. Dat is het goedkeuren van het afsluiten.
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Special AD. Ik geef daarvoor het woord hier aan Schepen Hosten. Dankjewel, voorzitter. We zijn al lang graag de partij om de mobiliteit in onze gemeente, specifiek dan tussen onze deelgemeenten, te verhogen. En dan in de eerste plaats voor onze senioren. Voor mensen met een beperking en voor mensen die voor kinderen, ook van onze buitenschoolse kinderopvang. En we hebben een middel gevonden dat we zouden graag een overeenkomst afsluiten met een gespecialiseerde firma, Special AD uit Lebbeke. En het komt hierop neer dat zij een minibus van 8 personen plus chauffeur voor 4 jaar ter beschikking, een nieuwe minibus, ter beschikking stellen in bruikleen. En dat zij betalen de aankoopkosten. Wij moeten wel de verzekering, de belasting, onderhoud, de brandstof en ook chauffeur die we zouden proberen een paar poelen van vrijwilligers voor te vinden. Het is zo dat zij in ruil vragen zij reclame bij de plaatselijke ondernemers, zakenmensen en geïnteresseerden. En zij vragen dus tussen de 25 à 30 reclames die op dat minibusje worden gezet. Van €1.000, €500 tot €1.000 schommelt daartussen. En als we dus die reclames, als wij voldoende mensen in onze gemeente bereid vinden om dit te doen, wat wel een aardig meegenomen reclame is, zouden we zien dat busje dus, het is niet de bedoeling van het laten stilstaan. Het moet rijden, want het moet bijvoorbeeld onze senioren naar het dienstencentrum brengen, naar het sociaal restaurant kunnen brengen. Het moet ook naar de toekomstige antennepunten in Beekenhem en in Heerlegem kunnen rijden. Het moet vervoer kunnen verzorgen naar de sociale kruidenier. Bepaalde ritten die niet kunnen of niet interessant zijn voor de minder mobiele centrale. Ook bijvoorbeeld naar het dagverblijf Noach. Hè. Dus dan ook misschien zelfs voor de sportkampen en creakampen en allemaal vanuit de BKO naar die kampen. Uiteraard is het aantal beperkt. Het is voor kleinere groepen bedoeld. En het is dus de bedoeling dat wij daarvoor een overeenkomst afsluiten. En we zijn ervan overtuigd dat het ongetwijfeld een meerwaarde kan betekenen voor onze dienst, vooral aan de doelgroepen die ik opgenoemd heb, dienstverlening aan deze doelgroepen. En ik vraag dus ook om dat goed te keuren en dat een volle kans te geven. Goed, dank u voor deze toelichting. Zijn er vragen of opmerkingen? Ja. Ik vind dat in de eerste plaats een zeer goed initiatief. En ik probeer een moment ook de link te leggen naar mobiliteit in onze gemeente. Dus ik ben onlangs naar de verhalen geweest van de vervoersregio. En ja, daar merk je ook wel dat er een aantal vragen zijn. Dus misschien dat hij daar binnen in de toekomst ook kan bedacht worden. Om op die manier het probleem van mobiliteit met onze gemeente te oplossen. Of mee te nemen in het verhaal. Uiteraard moeten wij nog de afspraken later maken naar ons gebruik. Maar het is dus uitdrukkelijk de bedoeling van die auto die minibus te laten rijden. Die niet laten stilstaan. En ik moet zeggen, wij hebben het kwartmaten niet alleen uitgevonden natuurlijk. Er zijn al goede voorbeelden in Kortemak ligt het al goed klaar. En wij denken ook daarmee te kunnen afsluiten. Oké, goed. Ja, goed. We hebben toch wat onze bedenkingen bij het systeem. Straks staan er een aankoop van een brutal kabinetjes op de agenda, door de busjesdienst. We hebben eigenlijk voldoende middelen om zelf zo'n busje te kopen. En nu gaan we ons wat prostitueren. In de tijd hebben we dat ook gedaan met ons infoboekje, daar reclame rondzoeken en dan proberen dat gratis te krijgen. We zijn daar afgestapt, omdat het ook niet zo interessant was of bleek. Nu proberen wij een nieuw verhaal in het kader van vooral het dienstencentrum. En er kunnen daar inderdaad andere zaken aan gekoppeld worden. Maar toch, ja goed, met een aantal reclames op, heb dat busje van Koekelaar ook. Dus in de reden dat eigenlijk geen zeg. In de plaats van een busje te kopen, voor 8 personen €35.000. Met daar een mooi logo op, met het dienstencentrum.
zou dat veel neutraler overkomen. Hè? Wie gaat er daarop komen? Van reclame, we weten dat niet. Ik weet wel dat het niet seksueel mag getint zijn en niet politiek mag getint zijn. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, maar dat is één kleurig palet. Je kunt de reclame misschien ook wel onderscheiden. Zo'n busje naar visualiteit, dat kan eigenlijk maar 3 à 4 reclames die werkelijk visueel zichtbaar zijn opbrengen. Het is een gemiste kans, het busje is nodig, zeker straks in het kader van ons openbaar vervoer. Vooral de interne verbinding tussen de 3 deelgemeenten. Maar het is een gemiste kans om niet zelf de beslissing te nemen een busje te kopen, ook te werken met een vrijwilliger, want wij gaan ook nog een kilometervergoeding moeten betalen aan de firma, als ik het goed gelezen heb. 0, wees geen zelf, want wij moeten zelf benzine en zo. De verzekering, de benzine. Maar 1 kilometer. Maar 1 kilometer, bent u dat zeker? Ja, zeker. Ik ga het wel nog een keer nalezen. Ik zou dat contract nog een keer doorpluizen. Maar het is een gemiste kans om niet zelf een mooi busje met ons logo, of de logo's van het CMI en het dienstencentrum te laten paralleren in de gemeente. Misschien nog met een foto van de voorzitter, die dan verwijderbaar is, dat zeg je ja. Maar ik vind dat jammer om daar een spektakelbusje met al die reclames te rondrijden. Dat is een optie, dat is een keuze. Je kunt die overwegen, we hebben die ook overwogen. Maar al bij al vinden wij het de moeite waard om dat te proberen. Ja, maar met die negatieve effecten toch? Met de reclame. Ik ga het vervoer door, maar... Met dat geld dat we uitsparen voor dat busje kunnen we andere dingen doen die even interessanter zijn. Ja, alles is gebudgeteerd. We moeten zuinig aan de zak, we moeten spaarzaam zijn en opportuniteiten moeten we met beide handen hebben. Op 3 voertuigen niet. Ja, maar dat is daarnaast. Ja, dat is daarnaast. En bijvoorbeeld het voertuig voor de klusjesdienst, dus ik loop al voor op de dag. Maar is de vervanging van eentje van 17 jaar oud? Nee, maar het is niet zomaar dat we nog wat extra zo. Het is wel de. Nee, dat is niet van de klusjesdienst, de nieuwe. Ja. Oké. Goed, als er geen verdere opmerkingen zijn, dan gaan we over tot de beslissing. OCME raad neemt kennis van het aanbod en het voorstel van overeenkomst van de firma Special AD of Special Ads. De OCME raad beslist om een overeenkomst af te sluiten tussen het OCME Echtigem en de firma Special Ad voor de gebruiking van een nieuw voertuig zonder bijkomende opties voor een termijn van 4 jaar. De OCME raad machtigt het vastbureau tot verdere uitvoering en opvolging van deze beslissing. En de OCME raad stelt voor om het bedrag van €2.500 voor plaatselijke goede doelen als volgt te besteden, verdelen tussen welzijnsschakel het kassietje en de huiswerkbegeleiding de vakbond. Kan dit punt al goedgekeurd worden? Ja. Misschien hebben jullie ook een ja. En dit ook, dan is het punt goedgekeurd. Dan gaan we door naar inderdaad het volgende punt, de machtiging van aankoop van 3 bestelwagens voor de klusjes groen en wegendienst, het goedkeuren van het bestek hierbij. De gemeente Echtigem wenst een aankoop te doen van 2 bestelwagens, open laadbak met kipper en een dubbele cabine die zal worden ingezet voor de dagdagelijkse onderhoudswerkzaamheden van de gebouwen en de openbare ruimte van de gemeente voor de groen en wegendienst. Het OCME Echtigem wenst een bestelwagen met gesloten kast en laadbrug aan te kopen voor de dagdagelijkse werkzaamheden van de klusjesdienst binnen onze gemeente. De uitgaven van deze opdracht worden geraamd op €142.175. Dit is een bedrag inclusief BTW. De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek en de raming voor de opdracht. Het betreft een gezamenlijke opdracht voor de gemeente en OCME, waarbij de gemeente Echtigem de procedure zal voeren en in naam van OCME Echtigem bij de gunning van de opdracht zal optreden. Voor deze uitgave van de opdracht is er voldoende krediet voorzien in het investeringsbudget 2020. Zijn er vragen of opmerkingen? Burgemeester, waarom heb je niet gekozen voor het CMI? Van de
1996 en in 2019 alweer 196 en dat gaat in stijgende lijn.
Het is duidelijk dat onze sociale dienst daarmee de handen vol heeft. Hè. Maar dat dat ook sterk zijn en ook schitterend werk verlenen of doen. Want de schuldbemiddeling en de schuldbegeleiding is dikwijls het begin van de oplossing van het probleem. Dus totaal verantwoord werk, veel werk, totaal verantwoord werk. En het gaat helaas in stijgende lijn, maar dat zal wel niemand verbazen, denk ik. Oké. CDPK. Ja. Wat zegt u? Ik hoor inderdaad zeggen, het gaat een jaarverslag. Dat klopt. Ja. Ja. Maar inderdaad, volgens mij was een echte basisregistratie. Want wat ik een beetje mis in dat document, is namelijk het aantal aanmeldingen. En dan waarvan het aantal effectief opgenomen dossiers, het aantal niet opgenomen dossiers, en dat merk ik niet in dat document, is dat men staat. Dus zij ik het niet goed zo lezen en mag vrezen worden. Ja, dus we hebben nu in totaal 196 dossiers behandeld in 2019, klopt? Ja. Ja. Hoeveel aanmeldingen in totaal zijn er in 2019 geweest? En allemaal het totaal aantal aanmeldingen, inderdaad, zijn er... Er is geen wachtlijst aan, dus ze zijn allemaal behandeld. Dus dat wij zeggen dat er 116 dossiers binnenkomen zijn, en dat ze 116 behandeld zijn. Ja. Er is geen wachtlijst. Dus, nou, dan komen wij alle 116 dossiers ook in aanmerking voor bereiding van wat dan ook komt. Dat is wat je wel gaat. Dat is niet per jaar een dossier. He. Dat zijn nieuwe dossiers. Er zijn dossiers die jaren meegaan. Ja. Maar ik kan daar niet op antwoorden hoeveel ik zou dat moeten doen. Dat bedoel je, ja. Dat is een beetje het verslag, omdat je dan eigenlijk een ruimer beeld hebt over de evolutie ook. Dus je kunt dan ook gaan kijken van in welke mate zijn er bijkomende aanvragen, hoeveel bijkomende aanvragen zijn er. Je wil dus eigenlijk weten hoeveel aanvragen, hoeveel dat er zijn die niet in aanmerking worden. Dus dat hebben we weten. Dus bijvoorbeeld, onderhand en totaal aantal, zoals dat zes dat waarschijnlijk dat al nu aan het vragen was. Ik wil nog wel even opmerken dat er toch wel ook een heel aantal dossiers opgelost zijn. Ja, dat is het bedoel dat ze er ook niet in. Dat kan ook uit dat moment niet gaan opgelopen. Hier is het eigenlijk hetgene wij moeten tegen 29 februari bezorgen naar het Vlaams Centrum voor Schuldenlast. Ja. En dat is het verslag. Ja, dat is een basis. Maar ik wil die bijkomende informatie wel vragen tegen en nu daarvan op de hoogte te stellen. Ja, nog vragen? Ja, dus er is een evolutie in stijgende lijn met het aantal lopende dossiers. Hoe is de evolutie van het personeel? Is er voldoende personeel, sociale assistenten, met de dossiers bezig zijn? Het feit dat er geen wachtlijst is en het feit dat wij de gelukkige hand van stoppen. Tamelijk goed bemand, niet te veel ziekten gehad hebben de laatste maanden en de laatste periode en dat het team heel goed werkt. Dus is ondertussen in zo'n goede vorm gekomen, wordt goed geleid. Nog bij onder de dossiers. En ik denk dat, maar als de nood zal opeens, ze gaan het tijdens signaleren. Want, maar op dit ogenblik heb ik geen weet van dat, uiteraard, iedereen heeft zijn werk in, maar ik heb er geen weet van. En het feit dat er een wachtlijst is, is volgens mij dat zij het aan kunnen. Als het anders wordt, dan zal het tijdig gewarmd zijn. Ja. Oké. Geen verdere vragen? Dan kunnen we over een aantal beslissen. De CMW-raad neemt kennis van de basisregistratie schuldbemiddeling voor het jaar 2019. En een afschrift wordt bezorgd aan de teamverantwoordelijke van Sociale Dienst. Oké. Kan deze kennisname goedgekeurd worden? Oké. Ja. De andere fractie ook? Oké. Prima, dan is het punt goedgekeurd. Dan komen we aan het laatste punt van de openbare zitting van de OCME-raad. En dat is de variatie-vragenronde. Zijn er variapuntjes of zijn er vragen? Ik kijk rond, dan zie je hier niemand reageren. Goed, dan kunnen we punt 6 ook afsluiten en schorsen we hier bij de OCMW-raad. Na dit openbaar deel van de OCMW-raad gaan we over tot het openbaar deel van de openbare zitting van de gemeenteraad. We staan op de agenda 17 punten, waarvan 12 punten in de openbare zitting en 5 punten in de besloten zitting.
Punt 1 op de agenda is het goedkeuren van het verslag van de openbare zitting van 30 januari. Alle raadsleden hebben deze notulen ontvangen en gelezen, bekeken. Zijn er bij de vragen of opmerkingen? Mevrouw Zinkmeer? Ja. Dus in de vorige gemeenteraad van 30 januari heb ik nogmaals de vraag gesteld om de VARA-controle op te nemen in de notulen van de gemeenteraad. En mijn opmerking daaromtrent, dus de goedkeuring van het verslag als op de VARA-punten die aan bod kwamen, werden dus ook in het vorige verslag niet opgenomen. Burgemeester, ik mag voorstellen dat we dit voorrecht in het zeepcollege, want we hebben dat vorige keer ook beloofd. Tot op heden is het nog niet aan bod gekomen blijkbaar, althans het staat niet opgenomen in de collegeverslagen. Maar ik vind in het kader van het openbaarheid van besturen, als ook als we mensen beter willen betrekken bij onze gemeenteraden, dat het een kleintje is om die puntjes op te nemen. Want als ik de verslagen van het college lees, en ik ze daar verslagen van 138 bladzijden, dan kan het toch zeker volgens mij geen probleem zijn om dan die paar puntjes, die onderwerpen, op te nemen in de agenda. En ook als ook te noteren bij mijn opmerking, goedkeuring verslag van de vorige keer. Dank u. We gaan er niet mee in het college, maar het is pas over 180 pagina's. Geen college en geen variabelen. Het zijn definitief punten. Dus het zijn geen variabelen. Heb ik de vorige keer gezegd dat dat veel te veel werk was om die puntjes op te nemen in de variabelen en de notulen. Dus als ik zie dat er inderdaad collegeverslagen zijn van 138 dagen, dan kan dat volgens mij geen probleem zijn om daar ook nog een paar puntjes in te verslaan van. Mag ik eerst de vraag stellen? Wat is de bekommernis? De bekommernis is openbaarheid van bestuur en is dat de burger geïnformeerd is. Ja. Wat nu niet? Nee, dat is de bekommernis. Ja. Ja. Ik denk dat het feit dat we nu integraal de gemeenteraad op YouTube plaatsen, dat een enorme stap vooruit is, want ik denk niet dat er zeer veel burgers waren vroeger die de notulen van de gemeenteraad opvroegen en lazen. Als je gaat naar YouTube, ja, dan zul je daar zien dat er punt per punt staat welk agendapunt er staat en dat er bij de VARA staat wat de onderwerpen zijn. Die staan daarop. Dus je kunt perfect zien welke vraag gesteld wordt over welk onderwerp. Dus eerlijk, ik zie eigenlijk niet in wat het probleem is. Maar ik eigenlijk ook niet. Ik ga niet. Ik vind het ook raar dat de discussie inderdaad hier nog een keer moet gebeuren, want uiteindelijk, als de burgemeester belooft om dat mee te nemen naar het college, daar kan gesproken worden, maar is dat nu zo'n probleem om inderdaad die paar puntjes op te nemen? En die verslagen, of die notulen worden gepubliceerd op de site. Voor mensen is dat volgens mij veel overzichtelijker en veel duidelijker om te kunnen zien van kijk, dan is dat goed aan bod gekomen en dat ze dan inderdaad naar het functie kunnen gaan kijken. Ik weet niet wat dat zo'n probleem is, ja, nu natuurlijk de notulen van de gemeenteraad, dat zijn de beslissingen dat de gemeenteraad neemt. Variapunten, dat zijn de bespreekpunten van de gemeenteraad. Ja, dus de besproken punten worden normaal gesproken opgenomen. Ja, en die staan, het verslag van het audiovisueel verslag van de gemeenteraad staat op YouTube. En tot op de seconde, per puntje die aangehaald wordt in de varia, staat per seconde, en per minuut per seconde. Eigenlijk op het YouTube-verslag kunnen de mensen er gewoon op klikken en kunnen ze vanaf dat punt heel het punt mee. Het kan ook niet de bedoeling zijn, denk ik ook, als er bij punten bij opnemen, natuurlijk, dat er iedere keer een motie moet ingediend worden, omdat waar ze opgenomen worden. En dat kan toch ook de bedoeling niet zijn. Dus ik denk dat maar een kleintje om het inderdaad te voeren. Want uiteindelijk zijn interpellaties en vinding van moties, jullie weten dat ook, dat zijn een van de middelen die kunnen gebruikt worden door de gemeenteraadsleden. Dus die variabelen die wij aanbrengen, die interpellaties die gebeuren, dat is een van die middelen. Die maar moet inderdaad iets op kunnen opgenomen worden in de papieren versie. Goed, oké, dat wordt nogmaals meegenomen uit het college. Jawel. Ik heb ook nog een probleem met de inhoud van het verslag, maar wel met de klankkwaliteit. Heb ik een vergelijking gehad tussen de klankkwaliteit hier in het asiel en het gemeentehuis van Echtheim? Dat is een heel verschil. Er is de intentie om het gemeentehuis van Echtheim af te breken. Mijn vraag is dan, zouden wij niet beter via de gemeenteraad hier
dat je nest van hem niet uitkomt als je niet goed naar je agenda gekeken hebt. Maar het gaat nu vooral over de plankwaliteit, het verslag toch van de gemeenteraad. Die belangrijk is dat men ook de mensen die van de zijkant spreken kan begrijpen. Daarom is mijn voorstel om eigenlijk de 10 gemeenteraden ook hier permanent in het asiel te laten. Dat is echt een ja. Maar ik vraag de volgende keer weer, als man, om de bezorgdheden nu mee te nemen. Prima. Oké, als er geen verdere vragen zijn, kan dit verslag dan goedgekeurd worden? Dan luid en duidelijk articuleren, dat is een mooi top. Ik zal mij behouden. U opgehoord. Onder voorbehoud van de bezorgdheid, de werkgever. Ook kunnen we in het verslag doen. Ja, kort. Oké, dat wordt. Dat is het punt. Goedgekeurd. En fietsen we door naar punt 2. Dat is de vaststelling en toekenning van de gemeentelijke werkingsbijdrage 2020 aan de politiezone Kouter. Onze gemeente, dus de gemeente Echtegem, maakt deel uit van de meergemeentenzone Kouter. Die is eigenlijk samengesteld uit de gemeenten Gistel, Echtegem, Jabeke, Oudenburg en Torhout. De politiebegroting 2020 werd in de politieraadszitting van 12 februari vastgelegd en voor de gemeente Echtegem werd er 1.139.318 euro ingeschreven. Dat is een bedrag dat 18,142% vormt van het voorziene totaalbedrag aan werkingstoelagen vanwege de 5 deelnemende gemeenten. In het gemeentebudget 2020 werd een bedrag ingeschreven van 1.139.318 euro. Vooral hier we naar de beslissing overgaan, zijn hierbij vragen of opmerkingen? Ik zie niemand. Ah, toch wel, oké. Tussenkomen. De politiebegroting werd unaniem goedgekeurd, maar ik heb dat ook een luide oproep gedaan. De burgemeester zal dit nog wel herinneren. Omtrent de besparing die uitgevoerd wordt op het fletsen. En ik herhaal eigenlijk mijn betoog, en ik heb hier het verslag mee van de politieraad, waarin ik hetzelfde heb gezegd en die ik hier toch even wil herhalen, dat er maar 70% of dat de besparing een gevolg zal hebben dat er 30% minder kan geflitst worden. En terwijl dat er een boni is van 1,4 miljoen euro op de begroting, en wat is de reden dat er minder kan geflitst worden? Uiteraard personeelsgebrek. Vroeger was er een hulpagent in dienst. Deze is, heeft meegedaan aan de politie-examens en is uiteindelijk inspecteur geworden. En zit hij meer op de mobiliteitscel en moet er nu een politieman, een inspecteur in de wagen aanzetten, ook de verwerking doen, standaardraads. Dus dat is een mankracht minder. En de collega's van Jan hebben daar, en mijn oud-collega's ook, hebben daar een beetje op geantwoord. En de burgemeester van Zolland heeft gezegd, ja, dat is ook onze bezorgdheid. Wij nemen dat mee, zoals dat er nog een keer gezegd wordt. In een, vanuit een college waar we daar niks meer van horen, maar ik herhaal hier en het is spijtig dat Patrick hier niet aanwezig is, die ook altijd de snelheid aanhaalt en dat er zo weinig geflitst wordt. Ik herhaal mijn vraag naar de burgemeester, lid van het politiecollege, om dit blijvend op te volgen en dit gejaagd. Ja, goed, het toch, dat er soms zelfs een administratieve kracht kunnen zijn die de verwerking doet van de PV's. Dat kost maximaal 75.000 euro. Op een overschot van 1,4 is dat te verwaarlozen. Het antwoord dat de toelagen daarvoor aan de hoek gaan, dat is bij het haar gegeven, dat is zeker niet het geval. Maar er konden op zaken bespaard worden. Er is ook bespaard en wat teruggebracht omdat het budget ruim gezet was. Maar besparen op het flitsen, dat vond ik toch een brug te ver. En ik herhaal deze aanklacht hier toch om dit
heel zelden in onze gemeente. En het is dan meestal dan nog, dat is een taak van de gemeente. Nou, ga je naar ons komen in Boestraat, dus de wagen, er is maar één kamer, er wordt gesolliciteerd, druk gesolliciteerd. En ik doe dan ook een oproep om daar toch niet op te besparen. Eigenlijk, wij hebben vandaag, we hebben een bewuste keuze gemaakt. U bezocht het, het is mijn bezochtheid. Waarom zitten we nu maar eenmaal de investering van een nieuw politiegebouw? Dat dat komt. Maar 75.000 euro op jaarbasis, ja. Maar we hebben vandaag, ik heb vandaag bij een administratief toezicht geweest. In kader van de besteedsbezetting van de voertuig equivalenten. En daar komen openingen dat we snel onze, het aantal equivalenten kunnen invullen. Dus dit zal dan op de goede komen aan uw vraag of meneer Fritsen. Ik ga het blijven opvolgen. Prima. Zijn er nog vragen? Nee. Dan ga ik over tot de beslissing. De gewone werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2020 van de gemeente Echtigem ten bedrage van 1.139.318 euro, zoals ingeschreven in de politiebegroting 2020 en vastgesteld door de politieraad in zitting van 12 februari 2020, wordt vastgesteld en toegekend aan politiezone Kouter. Voorziene krediet in het gemeentebudget 2020 is in overeenstemming met deze betreffende werkingsbijdrage. Kan dit goedgekeurd worden? Oké. Jawel en jawel. Prima, dan is het punt afgehandeld en gaan we verder met punt 3. Dat is, naar analogie met OCMERA daarnet, het vaststellen van het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente en OCMW Echtigem. Gezien dit punt daarnet toegelicht is, ga ik onmiddellijk over tot de beslissing of naar de beslissing. De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vast. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van rechtswege van toepassing op het personeelslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn dat de gemeente bedient en dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad in zitting van 5 maart, waarbij de rechtspositieregeling werd vastgesteld. De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling in zijn geheel vast voor het personeel van de gemeente en OCMW-Echtigem. De gemeenteraad stelt het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel vast. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad in zitting van 5 maart 2020, waarbij het arbeidsreglement vastgesteld werd voor de delen die betrekking hebben op het OCMW-personeel. De gemeenteraad stelt het arbeidsreglement in zijn geheel vast voor het personeel van de gemeente en OCMW-Echtigem. De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement treden in werking vanaf 1 april 2020. En vervangen de voorgaande rechtspositieregelingen en reglementen. Zijn hierbij nog verdere vragen of opmerkingen? Buiten degenen die daarnet gesteld zijn, of degenen zijn niet. Kan dit reglement dan vastgesteld worden? Kan die vaststelling goedgekeurd worden? Oké. Dan is het punt afgehandeld en gaan we door naar punt 4. Dat is het punt, de goedkeuring van aanpassing aan het reglement van de huwelijken. Na de opmaak en aanpassing van het reglement huwelijksplechtigheden werden reeds verschillende malen de vraag gesteld van burgers om te kunnen huwen in Huis de Keizer. Nu tot op heden werd dit niet opgenomen als locatie waarop de huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden. En gezien in de toekomst het gemeentehuis Echtigem niet meer zal kunnen gebruikt worden, is het wenselijk om deze aanpassing nu reeds door te voeren en Huis de Keizer toe te voegen. Op deze wijze wordt tegemoetgekomen aan vragen van burgers en geanticipeerd op de toekomstige situatie. Zijn er vragen of opmerkingen? Nou, dit woord. Betekent dat zolang het gemeentehuis van Echtigem er is, dat men daar moet doen? Of is er dan ook de keuzemogelijkheid om het nu al te doen in de Vijzerkeizer? Van wat ik bedoel, wat hier goedgekeurd is, ga ik dat invoeren. Ja. En dat is de keuze, is de keuzemogelijkheid. Ja. In onze grote betrachting om het trouwe belustigen zo goed mogelijk te moeten doen en aan de mensen te voldoen. Ja. Zoals ik beloofd had. Wat betekent dat jullie om terecht te vliegen? Aan de andere kant.
beetje laat. Ik herinner mij alle discussies en zo mee die geweest zijn omtrent het administratief centrum hier in Everhem. Eén administratief centrum, centralisatie van de diensten. En dan vroegen wij van, ja, is er dan een mogelijkheid in de tijd van loketten in Everhem en in Beekhem te voorzien waar de mensen ook terecht kunnen. Er is daar heel wat over gepraat geweest. En dan zie ik nu dat voor mensen die huur de kronkel wel gemaakt wordt om per deelgemeente een locatie te voorzien. Waarom dan niet alle andere zaken? Ten eerste moet je nog een koeien uit de racht halen. En ten tweede moet je je verheugen dat we... Ja, maar ik vind dat zeggen, is dat de dingen waar jij over vertelt, dat is geheel aan mijn reden. En ik kan anders niet zeggen dat wij dat ooit verdedigd hebben. Nu, zwart, het is voorbij. Dus wees blij dat de mogelijkheid nu gesteld is. Het is voor mij een goede zaak. Maar dat was het niet één. Maar dat moet waarschijnlijk ook in de toekomst gekeken worden als er andere zaken zijn. Dat dat misschien ook wel wordt opgenomen. Dat we na de deelgemeente dan toch weer iets komt. Mag ik nog even op wijzen, Anne? Ja. Dat in de plannen zoals we ze ook hebben voorgesteld in het meerjarenplan en het beleidsplan. Dat er op de site Brunier, dat daar wel degelijk een loket voorzien wordt. En Beekhem ook? Beekhem kan geen loket voorzien, maar er is wel een verschil aan tussen een locatie inschrijven waar men kan huwen, ja, en een locatie inschrijven waar je personeel vast moet stationeren, ja, daar de nodige accommodatie ook voor voorzien, zodat dat personeel daar op een degelijke manier kan werken. Dat is wel nog iets anders. Hè. Je kunt toch een plaats om te huwen niet gaan gelijkschakelen, maar een plaats waar je een volledig loket gaat uitbouwen. Ik weet niet of het zelf niet is, dus dat wij zeggen, in Beekhem bijvoorbeeld geen mogelijkheid zou zijn om dat te doen. De laatste keer dat het loket wordt verkeerd te laten komen, de roepen is vaak uitspringen. Dus dat betekent dat dus niemand in Beekhem van personeel, al is het maar een paar vanmiddag of een paar avonden per week of namiddag terug toe, dat daar nooit niemand zou kunnen aanwezig zijn zodat mensen zich daar kunnen begeven. Want ook in Beekhem zijn er senioren, zijn de mensen die moeilijk kunnen verplaatsen. Dus voor die mensen zou dat misschien wel anders zijn. Serieus. Daniel heeft en de 34. Ik heb bij mij nooit geen loket in Beekhem geweten. Daniel, ik weet niet wanneer dat laatste loket was in Beekhem. Dat dateert waarschijnlijk van voor de fusie. Ik weet niet welk probleem je hier nu eigenlijk aan hebt. Ik wou aan de andere kant voorzien. Ik ga maar niet voorzien, omdat de twee deelgemeenten echt aan één hebben, bijna gelijkwaardig zijn qua inwonersaantal. Beekhem is al altijd een klein broertje of klein zusje geweest. Maar als het over het huur gaat, kan het dan blijkbaar zwaar. Wat ik natuurlijk een goede zaak vind, wat ik zeg. Voor mij, maar voor verschillende zaken zo zijn, dat in de deelgemeente op zijn minst de plaats is waar mensen terecht kunnen. Oké, prima. Maar ik kan niet meer in de Beekhemse service. Is ik content aan je? Maar voor de traditie dat wat vroeger reglement regelmatig naar hier komt. De keer op onze vraag toen dat we toch grote tekorten in het reglement zaten. Nu waren wij verwonderd als we dat samen bij zijn van het reglement, wat gaat dat nu weer zijn? En dat was de toevoeging van een locatie. Ik denk dat dat niet echt nodig was om daarmee naar de gemeenteraad te komen. Maar u als jurist weet dat procedurefouten heel belangrijk kunnen zijn. Als ze aangewend worden. Ja, maar we zijn nog zo wachten. Maar goed, misschien moeten we dan voorzinnig zijn. En ik zal voorstellen, zal ik zeggen van de Maju, er ook al bij zijn. Ze weten trouwens goed wat dat hier zal gebeuren. Een prachtige locatie, dat gaat zuin om auto's te maken. Ik zal voorstellen dat de huizen van de Maju, mensen die daar in de retro locatie willen, dat kun je dat daar ook al bij zijn. Ik heb een permissie. Goed. Geen verdere vragen of opmerkingen? Dan gaan we over tot beslissing. De gemeenteraad beslist het reglement huwelijksplecht bieden als volgt te wijzigen. In artikel 4 van dit reglement. Paragraaf 1. De huwelijksplechtigheden kunnen voltrokken worden op onderstaande locaties. Het administratief centrum Stationstraat 1 in Everhem,
het gemeentehuis Echtegem, Dr. Bruierplein 1 in Echtegem, Huis de Keizer, Koeklarenstraat 2 in Echtegem en de Kouter, Kouterstraat 7 in Dekegem. Kan deze aanpassing goedgekeurd worden? Oké. Dan is het punt goedgekeurd. Prima. Dan gaan we door naar punt 5. Punt 5 is de goedkeuring van de statuten van projectvereniging Ginter voor de periode 2020-2025. De gemeente Echtegem besliste op 5 september 2019 om opnieuw toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter. In december werd de subsidieaanvraag voor de nieuwe samenwerkingsperiode door de minister en het agentschap goedgekeurd, waardoor die ook effectief kon aanvangen op 1 januari 2020. Bij start van deze nieuwe samenwerkingsperiode van de projectvereniging Ginter dienen ook statuten aangepast te worden aan de nieuwe periode en de samenstelling. De belangrijkste wijzigingen in deze aanpassing of in de aanpassing van deze statuten zijn ten eerste het vermelden van Jabeke, die ook toegetreden is tot de projectvereniging. Dan wordt ook overal het decreet intergemeentelijke samenwerking uit de tekst gehaald, aangezien deze niet meer bestaat, en wordt vervangen door de projectvereniging. En dan krijgen we ook het goedkeuren van de begroting van het komend jaar, wordt aangepast naar uiterlijk 31 december in plaats van 1 mei. De vernieuwde staten werden besproken en goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Ginter op 30 januari 2020. En nu dienen ook alle gemeenteraden van de aangesloten partnergemeenten de vernieuwde statuten op hun beurt goed te keuren. Zijn er vragen of opmerkingen bij deze toelichting? Nee. Niemand? Kunnen we dan de statuten goedkeuren? Of ik ga eerst de beslissing hierbij overlopen. De gemeenteraad keurt de vernieuwde statuten 2020-2025 van projectvereniging Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners, goed. Kan dit goed gekeurd worden? Oké. Allemaal oké. Dan is het puntje afgerond en gaan we door naar punt 6. Dat is de goedkeuring voor de toetreding van gemeente Houtgeloost tot MIVOS. MIVOS staat voor Midden-West-Vlaams Overleg van de Sport. In het college van 12 november 2019 werd de vraag van Houtgeloost behandeld in verband met de aanvraag tot toetreding bij MIVOS. Het beheerscomité van MIVOS op 2 december 2019, op het beheerscomité, werd het kandidaat lidmaatschap van Houtgeloost besproken. Aangezien de burensportdienst VISO, waar Houtgeloost tot 2019 deel van uitmaakte, plots ophoudt te bestaan, werd er hun toegestaan om, met enige flexibiliteit en timing toch, de procedure tot lidmaatschap te doorlopen. De gemeente Houtgeloost heeft de statuten van MIVOS en de aanvraag voor toetreding tot MIVOS goedgekeurd op haar gemeenteraad op 23 januari 2020. En in het college van 18 februari werd positief advies gegeven aan deze toetreding. Er wordt nu aan de raad goedkeuring gevraagd tot toetreding vanaf 2020 van gemeentebestuur Houtgeloost tot MIVOS. Vragen of opmerkingen? Niemand. Dan is de beslissing in deze. De raad keurt de toetreding vanaf 2020 aan van het gemeentebestuur Houtgeloost tot MIVOS goed. Kan dit goedgekeurd worden? Oké. Ja. Nog een oké. Ja. Ja, en 4 oké's. Prima, dat is dan ook goedgekeurd. En gaan we door naar punt 7. Opnieuw een goedkeuring, dus een goedkeuring van het uitleenreglement en de tarieven van de bibliotheek. Op 1 april 2015 ging het dienstreglement bibliotheek dat op vandaag geldt in boeken. Nu op vandaag is alle provinciale ondersteuning weggevallen en worden de bibliotheken vanuit Vlaanderen ondersteund via de diensten van Cultuurpalet. Ze zorgen er wel voor dat we vanaf 1 april met het nieuwe, ingemaakte bibliotheeksysteem WISE aan de slag gaan. Ze bieden de bibliotheken
de mogelijkheid de reglementen nauwer op elkaar af te stemmen en zo tot betere samenwerking te komen. Daar willen wij binnen Ginter gebruik van maken en alle 8 Ginter bibliotheken zijn overtuigd van samenwerking binnen groep 1 waarbij de ontlener vanaf 18 jaar jaarlijks 5 euro lidgeld betaalt en daarmee meteen in alle 8 bibliotheken gratis kan ontlenen. Hiervoor werd reeds een principebeslissing goedgekeurd op 22 oktober 2019. 6 van de 8 Ginter gemeenten zijn overtuigd van de samenwerking binnen groep 2, waarbij ook gestreefd wordt naar een uniform uitleenreglement en boeteregeling. De gemeenten Zedelhem en Jabeke gaan hier voorlopig niet in mee. Aangezien de bibliotheek van Lichtenhem heel centraal ligt binnen Ginter en van mening is dat we een sterk reglement en mooi aanbod hebben, stelt de bibliotheek voor mee te gaan in het gemeenschappelijk reglement. Nu, samen met het nieuwe uitleenreglement worden eveneens de openingsuren licht gewijzigd. De wijzigingen zouden er zijn dat op donderdag en vrijdag op donderdag en vrijdag een half uur vroeger open gaan in de namiddag. En dit om tegemoet te komen aan de reguliere of aan de momenten waarop de klassen in de groep de bibliotheek zouden kunnen bezoeken. Een andere aanpassing zou zijn dat op woensdag de bibliotheek een half uur later sluit. Dit omdat het wat verwarrend is dat de andere dagen op een volledig uur gesloten wordt en hier op het half uur. Daar zouden we dus overgaan naar sleutelen om 18 uur in plaats van om 17:30. Zijn er vragen of opmerkingen bij dit vernieuwde reglement? Nee, niemand. Kunnen we dit uitleenreglement en deze tarieven goedkeuren? Oké. Punt 7 is afgehandeld en we zitten op punt 8. Punt 8 is een goedkeuring voor het aankoop of de aankoop van een stuk grond ter realisatie van het fietspad langs de Kortemarktstraat. De beslissing in dit alles is, of in dit punt, is dat de gemeente kennis neemt van de akte tot aankoop van onroerend goed, opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid voor de aankoop van een stuk weiland gelegen langs de Kortemarktstraat in Eichingen. De gemeente keurt ook de akte tot aankoop van onroerend goed voor de aankoop van een deel van het perceel geleerd langs de Kortemarktstraat goed. En het krediet van 5.400 euro voor deze aankoop is reeds voorzien in het investeringsbudget voor het jaar 2020. Zijn er vragen bij dit punt of opmerkingen? Ja, alleen is plus bij. Anna, u? Het is eigenlijk al een vraag van Brent, de Kortmarktstraat. Er zijn daar een aantal plaatsen. De Spreekspad is door de gemeente voor een stuk hersteld geweest. Maar de Kortmarktstraat zelf, die ligt er op de bepaalde plaats echt erbarmelijk bij. Nu, ik kan me voorstellen dat je zegt van kijk, we willen wachten tot dat fietspad zal aangelegd worden. Nee. Maar langs de andere kant vraag ik af of het dan één mogelijkheid is om tussentijds toch iets te doen. Dus dat betreft vooral dan de bocht daar, net voorbij de Fazantstraat, of de hoogte van de Fazantstraat, die eigenlijk ook wel heel gevaarlijk is voor ons. En zeker, we hebben nog mooi weer gehad in onze winter, maar als het inderdaad zal nat worden, dan is dat levensgevaarlijk, want we zijn daar enorm op te doen. En ja, misschien dat daar iets kan voorzien worden. Mag ik het samen doen? Ik heb ook een mail gestuurd naar de technische dienst in verband met de zeer vuile fietspad. Ze hebben er inderdaad werk aan gemaakt. Ik vind het spijtig dat het zo lang heeft geduurd, dat men dat niet aanpakt. En verderop naar beneden toe zijn al die vuile bladeren en slijmlijnen. Er zijn mensen die naar korte bladeren fietsen, die eigenlijk niet meer met de fiets zijn gekomen op het moment van die afval die op het fietspad lag. Ondertussen heeft het zodanig gedreven dat natuurlijk nog weer langs goed is. Ja. Een tweede vraag is, in verband met dat onderwerp, dat is waarschijnlijk ook nog maar één perceel van de hele Kortemarktstraat. Hoe is de stand van zaken op de andere perceel? Dus we zijn aan het onderhandelen over de prijzen.
dan het nieuwe werkdek van de Kortrijkstraat. Is er al over nagedacht? Men heeft dan de volle breedte van twee rijvakken en een oud fietspad die men kan, die men eigenlijk kan herbenemen in twee grote rijvakken, zodanig, en dan richt ik mij naar de groene fractie en de witte fractie, namelijk dat de 100 eikenbomen langs de rechterkant zouden kunnen blijven staan. Als men die herverdeling van de volle breedte van de twee rijvakken en het fietspad herverdeelt tot twee, dan heeft men een grotere breedte voor een rijvak en die boom die weg. Maar u kent het wat in de dik? Ja, ik heb ze bekeken, maar dat is gewoon bedenking. Ik dacht ook, ja, ik hoor misschien de zin van altijd zeggen. De belangen van groeien die bomen daar al en nu moeten die plots liggen. Ja, de plannen zijn duidelijk, ja, en die zijn ook al heel lang ja, goedgekeurd. Ik zet hem zelf hier. Maar dat is goedig, Dus tussen het fietspad en de baan komt een nieuw strook. Dus je kunt daar ook wel nog tegen zijn. Gaan er nog een eigenboom komen? Ik weet het niet. Ik heb ze niet geteld. Maar eigenbomen zijn waar gekomen. Ja, oké. Goed, prima. Ja. Ik ga door aan de technische dienst, hè, wat dat specifieke punt aan de Fazantstraat is. Dat is de roodhonger van de Fazantstraat, eigenlijk in het verbandje. Dat is dan vooral in die bochtjes, de bepaalde dat daar verschrikkelijk staat bij. Voor grappertje naar brokken en ja. Wordt er werk gemaakt van de totale vernieuwing van de flexen? Wordt er werk gemaakt van de totale vernieuwing van de flexen? Waar staat het werk? De totale vernieuwing is opgesplitst in twee delen, dat weet u. Ja, ja, ja. We hebben enerzijds het stuk van de Rijger tot aan de Fazantstraat. Daar hangen wij vast aan de plannen van Fluvius AWV ook. Hè. En de Rijksmuidenbrand komt daar ook. Dus daar is men nu aan het kijken van wat de specifieke timing is die men daar, kan uitvoeren. En het stuk tussen de Fazantstraat en Kortemark. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet starten, zodat de fiets niet verbonden is. Als er al een studie bestaat, de studie heb je ook niet in 14 dagen. De studie hebben we inderdaad niet in 14 dagen. Ja. Is er al een studie bedoeld bestaat met de er is nog geen studie bedoeld bestaat. Er is nog niets gedaan. Dat zegt u inderdaad. Maar wat is er dan wel gedaan? Maar u weet zeer goed wat er gedaan is. Hè. Er is geld voor voorzien om dat effectief te doen, maar er is verder nooit gebeurd is. Ja, maar geld voorzien is niet voldoende. Het geld is voorzien in 2022, dus maak me vooral niet ongerust. Hè. Wij zullen onze timing houden. We zitten hier op hetzelfde moment, op dezelfde donderdag in 2022. Ja. Dat kan niet zijn. Ja. Want dat nu al voorspellen. Het is de bedoeling dat de haven er andere projecten na. Nee, zeker niet. En niet naar de veiligheid van de gebruikers. Oké. Geen verdere vragen? Nee. Gaan we over tot beslissing. De gemeenteraad neemt kennis van de akte tot aankoop van onroerend goed, opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid voor aankoop van een stuk weiland gelegen langs de Kortemarkstraat te Echtegem. De gemeenteraad keurt de akte van onroerend goed voor de aankoop van een deel van een tercier langs de Kortemarkstraat. En het krediet van 5.400 euro voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget van jaar 2020. Kan deze goedkeuring goedgekeurd worden? Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay, ja. Prima. Het was punt 9. Dus een punt die ook daarnet reeds behandeld geweest is in de OCME-raad. Dus de aankoop van 3 bestelwagens voor de klusjes groen en wegendienst. Daarvoor om onmiddellijk over te gaan tot de beslissing. De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht aankoop 3 bestelwagens, klussen, schoenen en wegendienst opgesteld door de technische dienst. Goed. De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de OCMW-raad in zitting van 5 maart 2020, waarbij de goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 142.175 euro inclusief BTW. En bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Kan dit bestek goedgekeurd worden? Oké. Is het oké? Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. 4 oké's. Dus het punt is goedgekeurd en zitten we aan punt 10. Punt 10 is de kennisname van het vernietigingsbesluit van het belastingdepartement op on-
bebouwde percelen voor de periode 2020-2029. In de zitting van 19 december 2019 keurde de gemeenteraad het belastingsreglement onbebouwde percelen voor de periode 2025 goed. Deze beslissing werd kenbaar gemaakt aan het bestuurlijk toezicht op 24 december. Op 22 januari werd het besluit tot vernietiging genomen en bezorgd op 23 januari. De aanleiding van deze vernietiging betreft de berekening van de belasting. Immers, in het gemeenteraadbesluit werd opgenomen dat het belastingbedrag wordt geïndexeerd volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het decreet grond- en pandenbeleid stelt dat de bedragen gekoppeld zijn aan de evolutie van de APEX-index, een andere index. De afwijkende indexeringclausule in het gemeenteraadbesluit heeft als gevolg een 125 euro lager resultaat dan wanneer de ABEX-index wordt gehanteerd. En dit maakt dat artikel 4 dus in strijd is met de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. Op basis hiervan, van deze motivatie, werd het gemeenteraadbesluit vernietigd. Dit besluit tot vernietiging dient ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden meegedeeld. Ik ga over tot de beslissing hiervan. De raad neemt kennis van de vernietiging van het gemeenteraadbesluit van 19 december 2019, houdende het belastingreglement van de bebouwde percelen 2020-2025. Kan iedereen deze of acte nemen of acte nemen van deze kennis? Punt A sluit hierbij op aan, of sluit hier op aan. Dus de goedkeuring van het aangepast belastingsreglement onbebouwde percelen 2020-2025. Zoals daarnet gezegd, werd het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 vernietigd bij beslissing van de gouverneur op 22 januari 2020. Er werden opmerkingen bij vermeld en de beslissing werd aangepast aan deze opmerkingen. Het reglement werd herwerkt met de aangegeven opmerkingen door de toezichthoudende overheid. Beslissing: de gemeenteraad beslist om het reglement in zaken activeringsheffing op onbebouwde gronden en kabels voor de periode 2020-2025 goed te keuren. Zijn er bij vragen? Opmerkingen? Neemt niemand. Kan dit punt goedgekeurd worden? De aanpassing? Jawel. Oké. Dus punt 11 goedgekeurd. Zitten we aan het laatste punt van de openbare zitting. De varia- en vragenronde. Zijn er vragen of variapunten? Dan aan uw woord. Burgemeester, 41 geleden, dat was in de maand december, heb ik u op de zaterdag gecontacteerd voor een vereniging die de Klokkenput had gehuurd voor een feest. Die mensen zaten toen in de kou en ik heb toen ook gevraagd van kijk, als mensen nu, als verenigingen nu, de zaal huren en die verwarming werkt niet, dan moet er toch wel mogelijkheid zijn om die mensen een bepaalde korting te geven. Want dat kan inderdaad zijn dat het heel onverwachts is, dat er eenmalig voorvalt, dan zou ik nog zeggen, goed, kan dat komen. Maar tegenwoordig is dat niet meer heel onverwachts, want onlangs was ik weer aan de Klokkenput en toen bleek de verwarming daar open te werken. Integendeel zelfs, we kregen de koude lucht in onze nek geblazen. Dat is even niks. En hoe meer mensen dat ik zie, hoe meer mensen die mij daarover aanspreken en zeggen, dat kan toch niet zijn, dat het daar alleen maar zo koud is als je daarvoor huur gaat betalen, wat we mogen gebruiken, he? Dat die verwarming niet werkt. Is die verwarming dan stuk, burgemeester? Of is die dan dat ogenblik gewoon afgelegd? Of heeft het te maken met een besparingsmaatregel? Ik weet het niet. Kunt u mij daar een keer een antwoord op bezorgen? Misschien dus te maken met de bediening. Sommige mensen wonen aan de bediening en gaan hem zo ontregelen tot onze eigen grote frustratie. Maar ik weet nu heel goed, als ik toen gebeld heb aan die dag, dat die mensen daar absoluut niet aangekomen zijn. Want er was zelfs niemand die wist waar ze moesten bedienen. Ik zelf weet het ook niet, dus aan mij moet ook niet vragen.
Ik zou het ook niet weten. En normaal gezien dat de bazoon, dat de nieuwe installaties, daar hebben ze zelfs maar gaan draaien zoals je wilt, want de meeste nieuwe installaties die zijn vast ingesteld. Die kunnen zelfs van afstand bediend worden, zoals in de niet zo blijkbaar ook het geval is. Je kunt er zelfs niet aan genoeg tanden en dat heeft geen effect. Dus dan moeten dat toch maar iets verkeerd doen, dan heb je toch een punt. Het zijn vast nog wel technische diensten dat nu en dan daaraan moeten draaien. Punt goed. Ik ben zelf niet technieker hierin. Ik weet alleen niet dat het zo is. Ik ga niemand gaan beschuldigen, want dat is volgens mij dit, dat is volgens mij dit. Dit is niet aan de orde. Maar we stellen vast dat het regelmatig een probleem gegeven. En we zoeken daar een degelijke oplossing om dat finaal van af te raken. Dit is via de afstandsbediening op elke meer. Maar als het natuurlijk een technisch probleem is, staan we ook voor verantwoordelijkheid soms. En ik ben akkoord met evenveel frustratie als mensen, maar daarmee wordt er met regelmatig overgegeven. Maar dat kan toch niet zijn, die mensen dan de volk op moeten betalen. Ik vind dat niet kan als gemeente, dan moet je dat zeggen. Ik vind een aantal volk, dat kan. Dus noods wordt die deur afgesloten, weet je niet, wordt die deur dan afgesloten ofzo. Bij bepaalde evenementen is er daar wel verwarming. En dan op een bepaald moment, voor bepaalde evenementen, is er daar geen verwarming. Zeg maar, onlangs was ik daar ook aanwezig op een optreden van varen en de koude lucht was letterlijk in onze nek geblazen. Dus dat is dan niet correct, dat klopt daar niet. En ja, dat is wel een probleem. Ja, dat is wel afhankelijk. Ja. Moet dat aangepakt worden? Dat is niet. Dus in 2020, dan is het vloggenpunt. Ja, het is zeggen dat alles echt is als een wisselballen. Ja, maar moest dat een consequent zijn? En je stelt dat de loop van de week iemand eraan draait, dan zal dat vrijdag, zaterdag, zondag zijn. Dat dat er koud is. Maar als er een organisatie plaatsvindt op twee dagen, het is daar warm en de zaterdag is het koud en de organisatie is er niet aan het rust. Allee, dat zou ook iets niet kloppen. Ik zeg niet wie of wanneer de dag rust is. Stel ik ook vast dat ze op een moment gaat ze. Er is een organisatie, heeft een activiteit en ze gaat niet. En soms is het totaal ontregeld ook terecht. Het is dus ja. Een probleem dat terugkerend is, we zijn in ieder geval op tijd. Kan dat nog gesloten worden dan? Die ruimte? Dat er minstens één iemand dat moet kunnen bedienen.
Dus die mensen kunnen daarvoor een speciale opleiding volgen. Hè? En er zijn zeker zo mensen bij ons in de gemeente, dus we hebben ervan overtuigd dat die mensen al een bepaalde documenten daarvoor hebben. Dus iemand moet daarvan inderdaad op de hoogte gebracht worden in het kader van veiligheid, die dat kan bedienen. En dan zit ik met een derde luik, en dat is dan mijn vraag naar het bestuur toe, is dat dan alsjeblieft niet mogelijk voor die mensen naar de volle pot te betalen, al was het maar een korting van 25 euro, ik zeg maar iets. Maar eigenlijk vind ik dat echt niet correct die mensen toe. Akkoord, als bestuur kan je ook niet van alles voorkomen. Je kunt ook niet op alles controleren en op alles wat hebben. Want dat is inderdaad niet jullie schuld, ik ga ook geen schuldige aanwijzen. Maar ik vind het niet correct voor de mensen die dat daar moeten huren. En die dan dingen organiseren. Zowel op culturele vlak, dat ook door de gemeente wordt ondersteund. En die dan soms nog zaken organiseren in het belang van bepaalde groepen die het al niet breed hebben. Of mensen die het al moeilijk hebben. Dat vind ik dat zo schrijnend. En ik vind daarin dat het de taak is van het gemeentebestuur om daar een tussenkomst te doen. En naar die mensen van de vereniging toe is dat ook een duidelijk signaal van kijk, we begrijpen deze frustratie. Wij als gemeente zijn daar ook niet mee gediend. Wij zoeken ook naar oplossingen. En naar die mensen toe van kijk, wij erkennen het probleem op die manier alleen al doen dat alleen. Een vorm van erkenning. Oké, finaal antwoord. Zit met een reglement, zomaar korting is aan het afstaan. Het is heel leuk. De korting wordt meegenomen. Korting wordt meegenomen. Het reglement dat korting kan meegenomen. Ja, want als je huis huurt, een huur, is jouw baan gewerkt niet. Hij zal staan. Maar met regelmaat de frustratie opkomt dat ze nog altijd herstel is. En hetgeen wat ik zeg, dat nog denk, ziet hij. Maar de huurder moet dan ook niet de volle kosten gaan. Ik heb het niet over 100 in het verleden, ja. En ik vind als mensen, dus zoals ik nu gedaan heb dat in december, moeten we de organisaties die erna gekomen zijn, maar in december heb ik u als burgemeester gecontacteerd. Dus het is niet zo dat ik niet van de hoogte was. Heb ik direct alle mensen... Inderdaad, chapeau, ja. En ik vind dat goed en tof en heel correct van je dat gedaan hebt. Maar toen je was op de hoogte als burgemeester, het is niet zo dat ik achteraf kwam in functie van de organisatie waar ik zelf niet in zit, om te zeggen van kijk, de verwarming heeft niet gemaakt. Nee, ik heb de dag zelf naar u gebeld, dus je was op de hoogte. Ik vind als er dan nog verenigingen zijn waarvan dat de verwarming niet werkt, als zij toch op zijn minst iemand kunnen contacteren en iemand te laten weten, als dat gemeten is, is dat niet om te profiteren van korting. Nee, alleen door. Zo uit de pond zwijgen kan dat volgens mij ook niet. Allee, dat is mijn idee. Oké, wacht. Hoe lang kost dat contract? Eind dit jaar. Maar sowieso tot eind dit jaar, maar we zijn aan het kijken of dat we dan gaan wachten tot eind dit jaar. Dus jullie, maar het komt heel uit
vandaan het bestuur afgeven. Niet stemmerechten. Ja, ja, maar ik vind dat een goede zaak, daar ben ik nog mee. Ik vind dat eigenlijk maar een hele terechte keuze inderdaad, ook kunnen deelnemen. Al of niet, het verpijt, dat maken jullie dan met, dat is jullie als bestuur. Maar ik vind het wel raar dat ook binnen de cultuurraad dat niet zo is. Dat is zo niet opgelopen, dat zo zijn. Maar we hebben toch een algemene reglement gestemd hier in de gemeenteraad, waarin dat allemaal geregeld is? Ja, en nu, als je kijkt inderdaad, klopt wat ik zei, en als je kijkt in de collegeverslagen, staat dat niet allemaal gelijk gemaakt. Maar ik dacht, we hebben een algemeen kader gestemd, ja. Maar we hebben elke adviesraad de ruimte gegeven om een eigen huishoudelijk reglement op te maken. Dus als een jeugdraad of een cultuurraad of een sportraad beslist om op een bepaalde manier de samenstelling te doen, als die niet in strijd is met het algemene reglement, dan zijn zij daar volgens mij vrij in om dat zo te doen. Als een sportraad beslist dat de schepen van sport aanwezig moet zijn, al dan niet stemgerechtigd, denk ik dat dat de keuze is van de adviesraad op dat moment om dat te beslissen. Maar wij hebben het, nou, je spreekt mij tegen als ik fout ben, het algemeen kader hier goedgekeurd. En we hebben daar dan ook nog een discussie over gehad, hoe dat de sportraad in het verleden werkte en nu ging werken. Nee, maar de adviesraden zijn vrij om zelf een intern huishoudelijk reglement op te maken. Maar sowieso kan een schepen nooit stemmen. Nee. Maar het gaat mij ook niet over het principe op die schepen algemeen bestemdheid zijn. Het gaat mij over het principe van kijk, in die ene raad zit de schepen er wel bij. En in de andere raden zitten schepen dan bijvoorbeeld, zeg maar iets van cultuur, er dan niet bij. Ik zit wel, alleen, het is precies hetzelfde. Ja, maar ik had het bestuur, als je dat niet zo vermeld in het document. Dat is onze juiste stemrecht te leven aan. Dat kan, allee, want dat viel mij ook niet verstaan. Dus omtrent het huishoudelijk element en omtrent de dagelijkse werking, dat die inderdaad verschillend was. En ik heb in mijn ook een discussie gedaan van de sportraad, maar ik weet ook nog dat er ingesteld was algemeen kader 20 en niet meer. Terwijl de sportraad ook als historisch rijk had dat alle sportverenigingen deel uitmaakten van, dus is het ook gelijkgestemd geweest. En vond dat nu een beetje raar, want inderdaad niet gelijklopend was. Maar ik denk niet dat de afwijkingen zo frappant zijn. En ik denk waarover het zal zijn. Ik weet niet waarover is dat je het gaat dan, maar allee, ik zie dat wel een nalezen, versnel de rest. Zat er zo, ik kan maar zeggen wat erin staat. Klopt toch nu dat je inderdaad spreekt? Ja, maar ik denk. Maar dat staat ook het is duidelijk in, dat overal de verantwoordelijke schepen, woont overal die adviesraad erbij. Het zal een juiste kwestie zijn van niet in het verslag opgenomen. Ja, en misschien moeten de secretaris van de neus in dezelfde richting zetten. Dat ze allemaal afspreken wat dat ze juist opnemen en niet. Maar bij mijn weten, zowel voor seniorenraad als welzijnsraad, wordt ik als verantwoordelijk schepen vermeld. En ik heb dat ook al gezien in andere raden. Dus het is denk ik groter een kwestie van notulering. Dat zou kunnen, vandaar mijn vraag, omdat dat de reden is. Goed? Ja. Oké. Okay. Oh. ja, oké. Ja, in verband van de burgemeesterij van de verwoeste regio, er is al deze vergadering plaatsgevonden. Klopt dat, ja? Ja, dat is al meer dan verhaal. Ja, dat is ja. Dus waar de bus, de lijnbussen alleen bij de huidige werkt zijn? Het is het tweede signaal van de huidige. Ja. En dan kijk ik hier naar het verhaal van de energie in Kortebak. Dat zijn volgens een hoop geslagen om een lijn te krijgen tot het echt gaat van te maken. Dus los van koeklaren, omdat je beseft dat kinderen soms een uur moeten op de bus zitten voordat het school waren. Maar ik denk dat we daar in de goede richting zitten, maar we hebben een kort, denk ik, begin volgende week nog een gesprek, een overleg, een bilateraal overleg. En dan gaan we dat gerealiseerd kunnen de volgende maanden. Maar op dit moment heb ik het gevoel, en ook met mensen die het eens gezien hebben, dat ik heb een goede richting gezet. Oké. Okay. Is er iets kaartmateriaal? Er is een voorlopig kaartmateriaal, ja. Kunnen wij dat al inzien? Zie ik niet. Goed, dan moet ik even kijken. Al een minder richting. Dus niet. Het moet privé aan dat schijnen. Ja, een ander punt is de bronzonde gezegd. Wordt dit systematisch gecontroleerd?
systematisch, dat wordt niet systematisch, er wordt niet systematisch wekelijks of twee wekelijks gecontroleerd. Dus er is... Er is een mogelijkheid tot controle. Er is geen idee waarom het nog gecontroleerd wordt. Maar je zegt systematisch. Niet systematisch. Niet systematisch. Dus niet systematisch. Dat zijn niet wekelijks of niet twee wekelijks. Er wordt niet gecontroleerd. Nee, niet gezegd. Maar het gaat toch zien als het verbaliseerd wordt? Het is niet van de burgemeester om na te denken of het verbaliseerd wordt. Dat is geen van financiën. Dat is geen financiën die dat met financiën is. Dat is geen financiën, van financiën. Dat is het volgende. Oké. Als burgemeester ben je alles. Van collega Karel. Het gaat niet alleen over
ook herstellingswerken aan wegen. Nu met het natte weer natuurlijk, met de veelvuldige regen, zijn er toch wel een aantal plaatsen in onze gemeentewegen die echt wel heel gevaarlijk zijn. En akkoord, het zijn misschien niet altijd de grootste wegen, maar de Oostende Steenweg heb ik reeds aangegaan in de vorige legislatuur, dus u heeft dat ook al niet. Maar tot op heden is er dan nog altijd geen oplossing. Dus er zijn dan hele diepe putten. Dat is ongeveer vanaf huis nummer 102A tot aan de voormalige loods van Oostende. Waar er her en der putten zijn. Maar die zijn natuurlijk nu gevuld met water, wat je niet kunt zien als je daar onderdruk in klapt. Allee, voor de zoveelste keer. De Oostende Steenweg is de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Goed. Wij kunnen daar niet zomaar. Als het ons uitkomt, heb je allerlei werken gedaan. Dat is één, twee, de afgelopen maand. En je hebt zelf, dus ik weet niet of je dat weet, maar dus bijvoorbeeld de werken aan de Keijwerstraat, die liggen momenteel stil. Waarom? Omwille van het weer. Ja, je kunt dat ook niet verwachten, dat onze mensen even, op momenten dat het gewoon niet kan, ook technisch, daar een put gaan wel op de weg, die niet eens de onze is, die gaat goed. Maar mijn vraag is, als bestuur, kunnen jullie toch die vraag stellen? Collega's aan de AWV, wij zitten samen ook met de AWV, die boodschap is ook al... Maar is een vraag, de ik ga niet liegen, want ik heb ze zeker al drie keer... Want ik beslis niet over het budget van de AWV, hè. Dus dat wil zeggen dat we maar een vaak zo bij de bijleiding. Helaas is dat zeer vaak het geval. Ja. Wij hebben zelfs, ik weet niet of dat u dat opgemerkt heeft, maar wij hebben zelfs in eigen beheer, ja, na afspraak met AWV, hebben wij zelf met onze mensen de groenstroken langs de Oostende Steenweg zelf aangepakt, omdat zij ook nagelaten hebben van dat te doen. Op onze eigen kosten. Maar wij kunnen niet de volledige kost van het Vlaams gewest op onze schouders gaan dragen. Dit gaat niet. Hè. Want dan gaat u zeggen dat er geld tekort is voor andere zaken. Dat gaat niet. Elk moet daar zijn verantwoordelijkheid in nemen. Ja. Maar als je zegt van waar het dat goed gedaan, dus echt dat je dat als je niet geïnteresseerd, dan kan je de kosten doorsturen. Kan je dan de kosten ook doorsturen? Nee, dan kun je inderdaad helaas niet zomaar die kosten doorsturen. Want kon dat zo simpel zijn, dan hadden we dat gedaan. Ja, maar dan is het wel makkelijker samen. Ja, maar vooral weer eens dat gemakkelijk heen. Wacht lang genoeg en dan zal de gemeente wel op eigen kosten inspringen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dan Turkijendreef, Burgondiedreef en de Schaven-Vriesenaan. Kort, maar ze hebben dat net al aangekaart. Waterhoekstraat, dat zijn dan de gemeenten van onze gemeente, die twee. Daar zijn inderdaad ook putten en die inderdaad moeten er een vrouwelijk bij zijn. Dus ik vraag alleen maar, als er nu zaken zoals nu, dus ik heb al verschillende keren gehad, maar ik ben gespeerd, een aantal zaken aangekaart. Heb je gezegd tegen mij van, stuur het maar door naar de technische dienst. Hey. Ik heb inderdaad al een aantal vragen doorgestuurd naar de technische dienst, maar aan de andere kant maak ik ook geen schip van openbare werk. Ik bedoel daarmee, het is ook niet aan mij om mensen te gaan aansturen. Ja, er zijn twee. Ja. Nee, één, u weet, zeer goed. Dat we op jaarbasis 100.000 euro hebben ingeschreven om onze eigen wegen, landelijke wegen, waar nodig, te herstellen. Ja. Dat is een aanpak van wegen die er volledig slecht bij liggen om dat aan te pakken. Ja. Dat gaan we ook de komende 5 jaar doen. Als het gaat over een hele specifieke put die vanavond of morgen ontstaat ten gevolge van een calamiteit die daar gebeurt, ja, geeft dit door aan de technische dienst, zoals u weet, via het systeem. En dan komt men dit inderdaad aanpakken. Hè. Dan komt men daar komt men die put vullen. Hè. Maar we kunnen niet elke verlaging lap en tap gaan aanpakken. We hebben 100.000 op jaarbasis ingeschreven in het budget. Net omwille van het feit dat we goed weten dat er heel veel gemeentelijke wegen nood hebben aan een deftige aanpak. Dat gaan we de komende jaren doen, anders hadden we dat budget daar niet voor ingeschreven. Dat wil ik zeggen voor die mensen, dat ze dan op een systematische manier, op een planmatige wijze kunnen werken. Maar we zullen niet, we gaan niet op 1 jaar alle wegen van de gemeente aanpakken. Dat kan niet, hè. Dus als... Nee, het is maar dat je dat moet, hè. Want dat gaat inderdaad op een aantal hele gevaren putten. Als dat een zeer specifieke gevaarlijke situatie is, dan moet u dat onmiddellijk doorgeven aan de technische dienst. Oké, dan gaan we dat doorgeven. En liefst met een foto erbij, zeer duidelijk, dat men ook weet waar is die, want
die straat waar, ter hoogte van welk huisnummer en wat is de onveiligheidssituatie. En dan gaat men daar ter plaatse gaan kijken, ja, met de technische mensen zelf. Bedoel, kan ik ook gaan kijken, maar ik ben niet technisch genoeg om te weten van welke wijze dat moet worden aangepakt. En dan gaat men daar naartoe en dan maakt men daar de werkopdracht van en dan wordt dat aangepakt. Maar ook op het moment dat dit kan, hè, bedoel, je kunt geen termen geven als het regent zoals vandaag. We hebben straks 10 kabinetten op de baan. Na de winter is het een typisch fenomeen. We hebben nog die zon gehad, maar toch, we hebben zo regen. En weet je wat, na de winter ontstaan er putten daar op de andere gelegen. Laat ons personeel een keer rondrijden met hun nieuwe kabinetten of met hun oude om dat in kaart te brengen. We zouden dat eigenlijk bij zichzelf moeten weten om dat te signaleren. Hè? Ik heb gisteren maar 2 straten gedaan met mijn fiets, de Streugenstraat en de Beekhamstraat naar de Zeeweg. Ik heb 3 punten tegengekomen. Maar niet gevallen. Ik heb geen schadebloed in nodig. Maar laat ze gaan rondrijden. Ik moet dan niet zeggen, ach, die had daar een keer een puntje signaleren. Pak dat een keer aan na de winter. Misschien nog 14 dagen wachten. Maar dat is nu het moment. Nog iets te vroeg, hè? Ja, als er een punt is, moet hij weggeven. Ja, natuurlijk, als er een punt is, moet hij weggeven. Maar laat ze gaan rondrijden met een kabinetten. Technisch personeel, ja. Niet zeggen van, weet je wat, rijden een beetje rond door de gemeente, ja, maar, dat gaan we niet doen. Hè, want, ja, maar het is iets wat ons allemaal passeren. Ja. Het is een punt wat ons allemaal passeren. Ja. Dat is in- en uitrijden. Ze moeten dat zelf ook zien. Dat signaleren we niet. Dat is waar. Hij moet dat zelf niet. Ze moeten dat zelfs niet signaleren aan mij. Wachten, dat zelfs niet signaleren aan mij. Ze moeten dat moet in het systeem. Dus dat wordt beleefd. Het werk beleefd. Maar dat moeten we in de werkopdracht van. Maar nu moet je dan maar signaleren dat er punt is met een foto. Je moet dat zelf aanpakken. Ik moet zelf naar mijn camera op. Maar ik weet dat je met de bezig bent op het moment dat je niet veel tijd hebt. Maar uiteindelijk ga je het niet terug betaald naar hard heeft. Oh, ik zie het vast. Prima. Anders ga ik stemmen voor de rest. Ja. Goed. Punt is nu voor de dan opgekomen. Als er nog wel jouw punten zijn. Ja. Van je. Ja, we zien dat een DM een baasje op voet had gekomen zijn. Wat moet je nog een paaltje zijn? Wat gekomen? Paaltjes op het voetpad. Paaltjes op het voetpad, ja. Ja, zijn inderdaad in de Watervallenstraat bedoelt u. Ja, dat was inderdaad een zeer onveilige situatie. En daar hebben we beslist om daar inderdaad 2 paaltjes te zetten. Want u weet dat daar een vernauwing is, of een asverschuiving net voor. En dat men daar zeer snel rijdt met als gevolg, ten gevolge van de aanleg van de Watervallenstraat, waarbij dat de drempels eigenlijk verdwenen zijn. Dat was misschien niet het beste idee toen dat men dat dossier heeft goedgekeurd, maar bon, het is nu zo. En dan stellen we vast dat daar een 3-tal woningen tegen de baan staan. Bij de rest van de Watervallenstraat is dat niet het geval. Er staan de huizen achter, er staan de huizen op een bepaalde afstand. Er staan 3 huizen tegen de baan. En als mensen hun voordeur open doen en ze komen buiten en men rijdt gewoon over het voetpad, dan was dat een zeer gevaarlijke situatie. En ik denk, voordat we zeer snel moeten gevaarlijke situaties aanpakken. En dus hebben we dat gedaan. Dus we zijn er nog in de korpsstraat op, dat vroeger zwoer was. Dan pak ik in de voor, maar dan gaan we daar op. En ze komen uit de draai. En de mensen worden daar ook. Ik heb ook een voetpad. Er heeft ons daar nog niemand over aangesproken dat daar een probleem zou zijn. Ja, maar het is aangezaken is, maar dat is ook gebeurd door de verkeerscommissie. Dat heb ik gelegen. Van de verkeerscommissie van? Ja, maar bedoel ik vanuit een datum. Van wat is dat? De verkeerscommissie uit de boerderijslag. Maar er is onderaan dat er één hoogte van de Roans, dat er daar beter, zeker beter tussen is, als in de woning. Ja, maar je moet een bepaalde afstand laten tussen het paaltje en de weg. En de weg? Ja. Ja, zodat er iemand op de Roan moet passen, dat moet er dus. Maar ja, het is geen optimale situatie sowieso, maar de veiligheid gaat wat dat betreft wel voor. Maar ik had het ook niet van de mensen dat ze mogen een aanvraag van de paaltje doen. Maar ik wil eerst eens weten hoe dat dan helemaal mensen moeten dit verhaal inderdaad aan kaart. Ik vind dat een eigenaardige manier van handelen, dat er daar paaltjes komen op de rechte weg. En in het verleden, in de verkeerscommissie, hebben wij 10 aanvragen en 1 op paaltjes te zetten. En we hadden daarmee verdeeld, dat we daar wel over hadden een opdracht, maar overal palen zetten, die ook onveilig zijn bij
verklaarbaar. En er zijn nog gans criteria in de verkeerscommissie waar dat de paaltjes kunnen komen. En er werd altijd negatief geadviseerd wanneer dat de rechte weg was. En ik heb tientallen voorbeelden, wat dat, zelfs in de Engelstraat, waar we de aanvraag hadden, waar dat het voetpad naar een meter 20 breed is ook, waar dat de auto's ook, met, vooral met lage borduren, dat zijn, over de weg rijden. Ik denk dat je een storm gaat krijgen. Ik heb ook geen spoor gevonden waar dat dat beslist is om die paaltjes te zetten. Je hebt dat eigenlijk zomaar beslist. Dat is een onveilige situatie. Op de rechte weg. Ja, ik denk dan dat je hier de Watervallenstraat met paaltjes moet uitrusten. Het is normaal komen dergelijke zaken in de verkeerscommissie. Ik denk of ik zou mij erop moeten vergissen dat dit niet het geval is geweest. En dat u dat eigenmachtig hebt beslist. En dan is het nog een familielid van de raadslid. Dat is nog meer verdacht. Waarom krijgt de buren dan geen paaltje, als dat zo'n onveilige situatie is? Dat ruikt je toch een beetje raar. Ik kan u wat dat betreft zeker en vast geruststellen. Hè. Is dat besproken met de politie? Dat is besproken geweest met de veiligheidsambtenaar en dat is besproken geweest met de burgemeester. En ik kan u zeggen, Karel, ik heb geleerd van de vorige burgemeester dat onveilige situaties zeer snel moeten worden aangepakt. Dat is dat en de volgende verkeerscommissie die komt samen, ik denk dat het is in april of in mei. En ik u heeft de uitnodiging zelf gestuurd, inderdaad. Ik zou niet willen wachten totdat daar een ongeluk gebeurt, omdat we eerst nog in de verkeerscommissie daar een uur moeten over spreken. Ik ben niet akkoord en u luistert niet. Dat u zegt van ja, dat is daar gewoon een rechte weg en dan moeten we heel de Watervallenstraat. Ja. Het is een zeer specifieke situatie waar drie huizen en in de rest van de Watervallenstraat is dat niet het geval. Hè. Tegen de Waalstraat. En in de rest van de Watervallenstraat is dat niet het geval. Twee, dat is net voor een asverschuiving en ten gevolge van de keuzes die in het verleden gemaakt zijn om daar de borduren weg te doen. Ik kan dat niet aan doen dat de auto's daar over het voetpad rijden. Ze rijden daar wel. Ik kan u tientallen foto's. Ja. Maar ik kan u wel zeggen, we gaan in de Zuidstraat, hier in de Zuidstraat is het een zeer specifieke, gelijkaardige situatie. Als u de Zuidstraat inrijdt en u komt van de Engel aan de rechterkant, exact dezelfde situatie. En daar staan al paaltjes. En die paaltjes die staan daar sinds een paar jaar, voordat ik hier op deze stoel zat. Dus blijkbaar kon dat in het verleden wel. En mogen we dat nu niet meer doen. Maar ik begrijp dat wij dat niet mogen doen. Want als wij het doen, dan zijn de mensen inderdaad niet tevreden. En dat heeft u niet gedaan. Er staan maar 100 paaltjes. Ik ga al de dossiers die ik afgetekst zijn doen, terug opraken. Ja. En we gaan niet bekomen met handen. Goed. Dat zullen we dan in de toekomst. En we gaan een foto van dit en erbij steken naar de mensen. Kijk, als er nog vragen zijn. Dus ik was een van de collega's van de meester dat we inderdaad een hard veilige gemeente zijn. Maar ik heb een vraag aan het eind. Dus met de invasie van de sporthal van Echtem is het AED-toestel naar de kantoor van het voetbal gekomen. Zonder het dus nog teruggekeerd zijn? Nee, het is niet teruggekeerd. We zijn er bezig. We zijn aan het kijken of we een deur kunnen doen met de AED-toestel van de voetbalkantine zelf. Kijk, maar daar staat het binnen. Ja. Mijn visie, en ik denk de meeste mensen visie, is dat een AED-toestel moet buiten staan, want hij moet dan met een verwarmde kast zijn. En we zijn dan bezig met een kijken hoe dat je de koppers hangt aan het AED-toestel, dat is waar we aan het voetbal natuurlijk, maar het komt terug naar de sporthal. Maar alleen kijken wat de druk is met de visie echt en zelf. Nee, want toen inderdaad is dat toestel niet beschikbaar. Toch wel, het hangt aan de kantine. Nee, maar dan wel voetbal, het is niet dat praktisch. Nee, maar het gebeurt dat inderdaad. €200.000 voorzien om die muren aan te pakken en wij betreuren dat ook.
een gerenoveerde sporthal, ja, dat je nog zoveel geld moet aan spenderen om muren die afbroken, dat dat niet meegenomen geweest is tijdens de renovatie. Ja. Je hebt daar volledig gelijk in. Nu, want dat gaat alleen, maar vraag nu, allee, ik heb de indruk dat die stenen nu meer los aan het komen zijn. Waarmee dat bedoelt van, als er dat kinderen aan het spelen zijn en er valt dan een steen naar beneden, omdat er daar eventueel niet iets van veiligheid, een soort net of zo moet voorzien worden. En ik vraag mij gewoon af, om dan een schattingsdienst te gaan bekijken, in welke mate dat inderdaad dan niet. Maar het laat het echt door de technisch dienst. Ja. Bon. Een vraagje voor de burgerdiensten. Jan, ik weet dat u een grote wielerliefhebber bent. Ik kijk naar uit, waarschijnlijk naar de dameswedstrijd. Ik weet niet met de markt. Maar groot was mijn bewondering wanneer dat ik in het college van 4 februari las dat u aan hun staan bent, samen met de schepen van sport, om de Lotto Belgium Tour, ook voor dames, liter naar rechterhand te halen. En de kostprijs ligt er wel tussen de 10.000 en de 14.000 euro. En ja, vroeg, ik kon nu niet doorgaan dat dat samen duurt met de kopjes daar, maar volgend jaar, 2021, 2022, gaan jullie daar gaan over onderhandelen. Meneer, hebben gezegd, wij gaan gewoon in de rest willen luisteren. Dus, we hebben niet gezegd, we gaan onderhandelen. Dat is niet onmiddellijk, nee. Dat is niet onmiddellijk, ja, natuurlijk. Eerst luisteren naar een sportieve meerwaarde had natuurlijk, met Tom Bonen als winnaar. Maar een tweede dameswedstrijd op het gelijke niveau, van echt en sportief, 2 maanden later, ook naar echt en naar de komende betaling. Terwijl dat we zelf al moeite hebben om de organisatie van echt en te ondersteunen financieel, dat zou toch een beetje een brug te ver zijn. Nee, nog niet gezegd, hoe komt het? We hebben gezegd, we staan ook al te spreken. Je kan die mensen geen valse hoop geven. Dat zijn een bekende organisator die overal steden en gemeenten had aanporren. Omdat hij, de kustgemeenten hebben allemaal beroepsrijders en elite profs. Maar die dameskoersen raken nog moeilijk aan aankomsten of starten. En ze gaan de gemeenten gaan afkoppelen. En ik weet niet wie dat in frustratie moet in de rechter gaan. Dat is nog een koersgemeente. Twee maanden na de koers van Echtbaan nog een keer een gelijke wedstrijd organiseren. Zo jij weet wie dat in het rust heeft? Wat is het? Zo jij weet wie het in het rust heeft om de koers om hier contact te nemen? Ik weet alles, ja. Maar ik moet dat hier niet zeggen. Maar het verwonderde me dat u daar in wie stapt en die moeten organisatoren of die mensen die dat organiseren die valse hoop geven. Er is een breed gezegel dat je altijd luistert naar mensen. Als er iemand telefoneert voor aan de telefoon te verkopen, zeg ik nee. Als je dat zeker bent, maar het is een beetje een slag in het gezicht van onze eigen organisatie om daar eigenlijk oor voor te hebben. Ja. Moest dan ook wat van internationaal niveau zijn. En ik had dan nog een vraag naar Jules van Iegen. Dat is plotseling een gigantische onderneming geworden. Wie behartigt dat evenement? Of? Ik ben de aanstuurder geweest van het evenement. Met mijn collega Schepenen hebben wij samen een evenement uitgewerkt. Ja. En zeg van ik naar het programma kijken in de bijbeleger. Ik wil nu staat er een mooie activiteit met de kinderen zijn opgetrommeld, de fanfaren. De bijbeleger, geen woord over zo van niet. Is dat dan al met een keer zo plots van start gegaan? Niet plotseling, maar wij moesten nog met bepaalde partijen samen zitten voordat we concrete info konden bereiken en daarmee hebben we het nog niet in geplaatst. Maar de persconferentie zal binnenkort doorgaan waar alle informatie gaat verbreiden. Maar dus, het is jammer, het gaat aan de stoel zijn en mensen gaan wel eens hier te doen. Nee. Maar ik ben blij dat je toch al op de hoogte bent. Dus ik weet het al gezegd, ik heb het al gezegd. Ik word verondersteld van alles te weten. Maar dat is beter. En ook dat echt aan sportief. Een koers is met echt aan kermis nu. Ik was al op de woensdag voor of na de kermis. Dat was afhankelijk van de datum. Eigenlijk nooit in de organisatie betrokken is. Nu staat de persconferentie met de koers van echt aan. Maar mensen die er jaren. Hoe lang bestaat de koers? 70 jaar, 80 jaar. Veel in de lucht, zijn we weten niet van iets van. Die mensen zijn wel op de hoogte. Maar nu, ja, zoals ik nu ben. Maar je had ze gewoon op de hoogte. En zijn betrokken in de organisatie.
zaak eindigt ja, goed in en niet met de koers. Jawel, de zaak eindigt met de koers. Ja. Ja, toch? Ja, ja, ja. Wat ja, staat ja, 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 dat in de bijbrengen? U gaat dat binnenkort horen. Burgemeester Koop, dat de Karel Koop, dat is van de komt naar de. Ik ga twee jaar naar de hoogte. Had hier nog twee puntjes van haar. Maar als het niet bestaat, ja. Dan moet je zelf dat je erfgoed wordt met ik heb twee puntjes zeggen over erfgoed. Ja, maar ik hoop dat, ik hoop dat je komt naar het heel goed erfgoedtransfer van Nienburg. Daar zullen we inderdaad alles over de figuur van Jules van Nienburg kunnen zien. In de P-woonzorgcentra in Echtheim en in Boekraad. We hebben een samenwerkingsverband. En er is ook een tentoonstelling over de Vlaanderenjaars na de Eerste Wereldoorlog in het museum in Kerkhaven. Dat is positief, maar je mag niet zeggen dat we wel met de buurtwachter van Ever bezig zijn. Maar je brengt al de gewone naar goed af. En dat is dat niet in mijn punt. Terwijl dat je toch vast hebt. Ja! Een uitversterking. 900 jaar eerder. Erfgoed. Prachtig, één punt. In de kerk van Eerdenheim. En een mooie inzetting van Koen van de Bus. Ik was zelf niet aanwezig. Maar er zijn een paar honderd mensen weggelopen, gewoon wegens geluidsversterking die onvoldoende was. De burgemeester heeft al een speech gegeven op de markt met datzelfde radiootje, toen dat radiootje. Niemand heeft dat gestapt. Allee, je moet dat toch een keer een oplossing doorzoeken. Oftewel te investeren via derden, als je een grote massa van manifestatie hebt. Ofwel de kerk van geen sponsor, maar die dat misschien voor dat. De geluidsversterking in de kerk van geen en trekt tot niks. Maar investeer daarin en je doet mooie evenementen die wat er veel werk in gegaan is, geniet, omdat de mensen er niks van verstaan. Dat is een zeer terechte opmerking, vooral wat betreft 900 jaar eten. Wij hadden gedacht dat wij zoals op een gewone erfgoedavond tussen de 70 en de 90 mensen heen hebben. Er was een bomvolle kerk en inderdaad, voor die massa volk was een geluidsinstallatie zeker ontoereikend. Je weet dat hier naar buiten komt, niet? Echt aan de 100 ziekjes. Dat is correct. Goed, en ik heb nog een laatste vraagje. Ik zie een iemand in het college die altijd maar weer komt. En ik weet dat er soms vuurwerkers in het college, maar het gaat werkelijk letterlijk. Wat gaan jullie doen met al dan niet vuurwerk? Dat is al drie keer uitgestaan. Het eerste vuurwerk is wel nog niet voor de rechter, is maar hier een kernzieker. Je hebt nog een beetje tijd, maar zijn er al ja, ideeën? Gaat er nog vuurwerk zijn of niet? Spannend voor ons. Alles voor ons. Is dit een deur? Ja. Dat ja. Geen vuurwerk. Spannend. Een beetje vuurwerk. Je hebt daar niks gezegd, Jan van Rappen. Dat ben je nog honger. Dat is nog niet goed, erfgoed. Houd ik voor de volgende keer. Zijn dat staat in mijn jouw voorbereiding. Het is niet onaangekomen. Heeft u Luc nog hier gevraagd? Ja. Goed, maar dat er in de container van de etiketjes mee afgeleverd wordt bij het afrekenen. Dat er ook wachten van wordt. Dat mag wel staan. Dat zal niet zeggen dat er een tijdelijk defect is, maar dat wordt zo druk mogelijk hersteld dan. Maar het kan zijn met dat weer, zijn er wel problemen met de vochtigheid voor het ticket. Als je niet aan het ticketje nodig hebt voor de ruim als kost. Ze kunnen dat altijd vragen, ook aan de bankmakers. Altijd vragen. In het verleden? Dat zou ik een vraag naar systeem maar toelaten als dat zo. Dus kunnen dat normaal zitten. Ik heb nog een laatste. Wat is dat? Dan heb je van een laatste. Wat u vraagt met de afwezigheid van de fractie. Dan heb je nog een laatste puntje. Ik heb een vraag, Magali Koen. Ja. Ik ben eerst en vooral echt geïnspireerd was. Vind ik een prachtig initiatief. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat de organisatie het al minder van. Wat dat vooraf ook zo goed bedacht was. Bijvoorbeeld criteria die gehanteerd worden. Bij de verkiezing wordt er gekozen. Nu blijkt er dat er dus digitaal gaat gestemd
kandidaat kon voorstellen, samen met de sportfunctionaris, omdat er ook een aantal sportprijzen op worden uitgereikt, en de cultuurambtenaar, die hebben zich samengezet en die hebben via geheime stemming voor bepaalde kandidaten een shortlist gemaakt van 3 personen. En deze zijn nu, als er 3 waren, zijn die op de website geplaatst en de mensen kunnen nog een tijdje stemmen. En dat wordt via ons platform bijgehouden hoe dat de stemmen zijn. Dus dat is een systeem waar wij eigenlijk niet kunnen inbreken. Dat is een systeem dat registreert. En waar wij ook niet aan kunnen. Dus, niemand doet, jullie moeten daar energie in steken. En ook de persoon die daar verantwoordelijk is, kan dat gewoon zich naar de stemmen. Dat loopt eigenlijk los, want er zijn al heel veel stemmen binnen. En ik zou niet direct durven zeggen dat er. Er zijn eigenlijk al veel mensen die aan het stemmen zijn. En ik denk niet dat er veel mensen die in de mogelijkheid zijn. Je moet zich gewoon registreren op het platform. En dan heb je ook wat trouwens heel gebruiksvriendelijk is. En dan kan je ook in de toekomst dat platform gaan of voor andere zaken die eruit worden, ook daar je mening geven. Ja, nu gaat het pas. Wat is het nu wat er heel nodig zijn? Mensen die nog niet hebben. Ik denk dat er al meest gestemd is op de inspirerende senioren. Dus ik vermoed dat soms ook mensen zijn van die leeftijdscategorie. Ik zou niet durven zeggen dat senioren digitaal niet goed bezig zijn. Dat zijn veronderstellingen die in dit geval niet juist. Ik kon hier nog altijd in de details over gaan stemmen, maar ik denk dat tegenwoordig iedereen wel een computer heeft of toch bijna. Nu ik aan een participatie denk dat het ook belangrijk is, inderdaad, dat ook vaak moet vertrouwen. Voor de voor senioren als het andere zaken zijn. Maar als dan, die zegt dan, als 3 mensen waren, of 3 verenigingen wat dan ook waren, dan waren ze alle 3 genomineerd. En als ze dan niet waren, dan waren een shortlist. Ja. Dat staat ook in die lijfraad. Als er bijvoorbeeld 10 kandidaten waren, hebben die voorzitters van de adviesraden er 3 mensen uitgefilterd. En dan waren die 3 hebben gevastigd. Ja, die staan erop binnen. Echt geïnspireerd dat het een inspirerende, dat ze iets gedaan hebben dat het de verbeelding speelt, dat niet louter voor eigen geld gewin is. We hebben dan wel een hoop betrekkingen, omdat we nu heel wat meer adviesraden hebben. Als we ieder adviesraad zoals het vroeger was. Vroeger had je de milieuprijs, de cultuurprijs, maar wat doen we dan bijvoorbeeld met de Raad van het Gezin, met de Welzijnsraad, Raad voor Lokale Economie, die raden zijn nog maar net gestart. Dus die voorzitters, die mensen hebben die know-how nog niet echt voor te nomineren. Dus daarom hebben we gezegd, we gaan het gewoon nu in leeftijdscategorieën onderverdelen. En er zijn toch redelijk wat genomineerden en ook uit veel verschillende categorieën. En we gaan dat uiteraard evalueren. Dit is de eerste keer. Dus de zaken die niet goed zijn, of die verkeerd gelopen zijn, of zouden lopen, gaan we veranderen. Nee. Oké. Prima. Ik denk dat u nog een laatste vraag had. Klein vraagje nog. Kan u stellen aan Dina, want u heeft dat politie moeten verlaten met dat punt. Ik zal de vraag stellen aan de schepen van milieu. Dus gaan we de toekenning op de organisatie van het Hengelentocht. Er is daar een uitzondering van de luidsnorm categorie 2 verdiend. Tussen de periode van 8 juli tot 3 augustus, denk ik, is er van buiten. Ongeveer een 25 dagen, dat zal niet alle dagen open zijn. Maar wat mij verwondert, dat die geluidscategorie, dus die uitzondering, dat er daar geen uren op staan. Mag je daar 24 uur de uitzonderingsnorm hanteren? Misschien is dat een materiële vergissing, maar als er daar optreden zijn, ik weet niet wat er gaat gebeuren in het weekend, zou daar toch een beperking in duur moeten opstaan. Ik denk niet dat dat de bedoeling zou zijn dat dat daar tot binnen in de nacht. Want dan gaat er toch de beslissing moeten gecorrigeerd worden. Het gaat ervan uit dat er materiële vergissing is en dat de schepen of familie ervan een carte-range krijgt om. Dat is niet de bedoeling, want dat is voor iets. Ja, het staat er niet in, toch? Het staat er niet in. Ik dacht ook dat het in staat. Het staat er niet in. Het staat er niet in. Nee, dat is goed. Dat kan eens lezen. Vraag. Wordt nou goed, als er geen vragen meer zijn, dan sluit ik dit punt. En
gestuurd. Ik hoop de openbare zetting. Alles goed, zeg ik, dank u wel. En we geven opnieuw afspraak donderdag 2 april, ditmaal in het verlichte gang.